Dit keer in Spui 25, mecenaat en wetenschap. Over subjectiviteit, objectiviteit en de mate waarin je als wetenschapper een onderzoeksonderwerp, bijvoorbeeld mecenaat, kunt kiezen. Met Cas Smithuizen, Anna Tilroen, Bram Kempers en Agon Wijnberg. In de bijdrage in de Mecenas over podiumkunst kun je lezen hoe de gemeente Eindhoven in aanvaring komt met Philips als het gaat om het vormgeven van het plaatselijke podiumkunstbeleid. Philips had in 1929 een schouwburg neergezet. 30 jaar later was de kritiek uit de gemeente dat Philips met dit initiatief feitelijk een PR-beleid voor zichzelf voerde. Dat was het verwijt en dat riep spanningen op met het culturele welzijnsbeleid van de gemeente. Paul Snabel zei 10 jaar geleden dat ons land in 1900, een arm land was met rijke mensen. En in 2000 een rijk land met arme mensen. Dat wordt nu wel anders in die zin dat er een duidelijk waarneembare armoedeval is onder bepaalde bevolkingscategorieën. En tegelijkertijd een toename van rijkdom onder de categorie zeer welgestelde. Voor het onderwerp waarvoor we hier vanavond bijeen zijn, is dat goed nieuws. Met een fiscale wind in de rug moet het mogelijk zijn het mecenaat vanaf nu verder te ontwikkelen. Een fiscale wind overigens waar alleen de cultuur mee wordt bevoordeeld als het aan de regering Rutte ligt. Dezelfde Rutte die met het hoge btw-tarief voor beeldende kunst en podiumkunst de cultuur ook exclusief benadeelt. Mensen die toch al weinig te besteden hebben, hebben nu nog minder kans om naar kunst te gaan. Dit lijkt me een aandachtspunt voor het mecenaat. Wordt dat een exclusieve aangelegenheid voor de Nederlandse topinstituten, of gaat het mecenaat zich ook meer richten op de publieke zaak, toegankelijkheid en bereikbaarheid? Waar behoefte aan is, nog, is een stelselmatige afbakening van wat is nou een mecenas, wat is mecenaat ten opzichte van de kunstmarkt, hoe verhoudt zich daar het tussengebied in van de liefhebber, de deskundige, de verzamelaar, hoe is dat gesteld met de verschillende genres en die systematiek in die theoretische reflectie, dat is denk ik iets, en dat zeg ik ook uit een zeker schuldgevoel, ik heb er wel over gepubliceerd, maar waar we nog wel meer in kunnen doen en ook moeten doen. Dus wat mecenaat is ten opzichte van allerlei varianten van markt en hoe zich dat weer verhoudt tot wat later beleid is geworden en hoe de tussenvorm van liefhebbers, verzamelaars, deskundigen enzovoort tussen markt en mecenaat, hoe dat zit. Ik denk dat we daar nog meer aan moeten doen, kunnen doen. Zeggen dat het niet goed is wat de overheid doet en al die bezuinigingen. Ja, als wetenschapper, ik kon daar niet mee uit de voeten. Wat mij opviel zijn een paar dingen. Ik maak me heel veel zorgen over bijvoorbeeld de bezuinigingen op gemotiveerde studenten in hun laatste fase van hun studie. Dus de studenten die masters willen doen. Waarom mogen ze er niet 2 doen? Waarom moet dat zo zwaar belast worden? Waarom moet het zo zwaar belast worden als je langer studeert? Nou, daarin zou denk ik, als de overheid zijn mecenaatstaak al niet op zich neemt, zouden anderen dat moeten doen. Ik vind dat die mogelijkheden er wel moeten zijn. En ook voor mensen die niet ouders hebben, die dat wel weer even voor kunnen schieten of betalen. Dus dat maakt me zorgen. Nou, het btw-tarief is al genoemd. Dat vind ik volkomen inconsequent. Ik bedoel, aan de ene kant zeggen, de markt moet meer doen voor de cultuur en de overheid trekt zich terug. En dan tegelijkertijd die btw-tarieven verhogen, dat lijkt me gewoon inconsequent. Derde aspect van wat de overheid betreft, het overlaten van het mecenaat aan de particuliere sector, is, vind ik, ook een beetje flauw. Want de bedrijven zullen het de komende jaren niet doen. Andere instellingen wel, en ik vind het dus van de overheid een buitengewoon, laat ik het nou maar even zo zeggen, slappe houding om te zeggen, het mecenaat moet de anderen maar overnemen, wij trekken ons terug.
Er blijft een taak van de overheid, ook wat betreft het eigen mecenaat. Ook al zegt men, we willen de markt en het mecenaat in de particuliere sfeer. In het onderzoek waar ik zelf bij betrokken ben en de mensen waar ik het meest wetenschappelijk mee te maken heb, daar proberen we heel nadrukkelijk te kijken naar op een wat systematischere manier naar verschillende soorten partijen die marktprocessen beïnvloeden. En een hoofdonderscheid wat we daar proberen te maken is het onderscheid met betrekking tot hun invloed op de uiteindelijke waarderingsprocessen, prijsstellingsmechanismes op een bepaalde markt, van aan de ene kant de afnemers, de consumenten, aan de andere kant de producenten zelf en tenslotte diegenen die geen van die twee rollen noodzakelijkerwijze moeten vervullen. Een of andere vorm van expert, een of andere vorm van evaluator die liefst ook dat als professional doet, maar niet noodzakelijkerwijze, maar wiens oordeel op de een of andere manier een impact heeft op de consumentengedrag of zelfs het producentengedrag van anderen. En de grap is, het is altijd goed om ergens die zin te gebruiken, maar de grap is dat die misverstanden over mecenassen of het indelen van wat mecenassen nu eigenlijk doen, denk ik vrij sterk verhelderd kunnen worden als je die kijkt of die mecenassen die drie rollen kunnen vervullen. En ik denk dat ze het inderdaad alle drie vervullen, terwijl de nadruk heel erg is op de mecenas als consument of quasi-consument. Nu kan je ook als mecenas een soort tweede orde selector zijn. En nu wordt het echt wetenschappelijk. In de zin dat je als mecenas een kunstenaar of een artiestenorganisatie die aan culturele productie doet, kan gaan steunen die op de een of andere manier kwaliteitsoordelen over iets anders overbrengt. En dat is iets, als je historisch kijkt, is weer laat 19e eeuw, 20e eeuw misverstand, dat op de een of andere manier onfatsoenlijk is of goede kunst zou verhinderen. Kunstenaars door de wat verdere geschiedenis heen, de meeste doen nadrukkelijk en maken daarbij soms meestal slechte kunst, want dat doen kunstenaars meestal, maar net zo ook wel eens goede kunst, terwijl ze bepaalde ideologieën uitdragen of andere ideologieën in de grond willen stampen. Zoals het de artistieke voorhoeders niet is gelukt om een nieuw menselijk wezen te scheppen dat hun fijngevoeligheid deelde en de wereld door hun idealistische ogen zag, zo is de kunstsector er niet, of in ieder geval te weinig, in geslaagd om een breed publiek voldoende voor die revolutie ontvankelijk te maken. Het beoogde doel, kunst die als progressieve, vormende kracht midden in de samenleving staat, is niet gehaald. En daarop wordt de kunstensector nu rigoureus afgerekend. Terug naar de vraag of de positieve oplading van het begrip mecenaat zal leiden tot het herstel van een natuurlijk verbond tussen kunst en samenleving. Of eigentijdser gezegd, tussen het aanbod van de kunst en de vraag van het publiek. Ik denk het niet, domweg omdat dit natuurlijk verbond net zo'n fabel is als het idee van de vrije markt. In wezen gaat het om een krachtenveld waarbinnen verschillende machtspartijen strijd voeren over het beeld dat een cultuur van zichzelf creëert en uitdraagt. En nu de staat zich als min of meer neutrale opperbevelhebber terugtrekt en de rol van museumdirecteuren, historici en critici minimaliseert, wordt dat beeld steeds meer bepaald door een snel groeiende bovenklasse van superrijken. En die heeft zo haar eigen belangen. Zij kopen de kunst die de publieke musea niet meer kunnen kopen, omdat hun onderlinge rivaliteit de prijzen op de kunstmarkt tot krankzinnige hoogten opjaagt. Zij bouwen kostbare privémusea rond hun kapitale kunstwerken. En wij, het publiek, kijken er vol bewondering naar en menen dat zij een treffend beeld geven van onze cultuur en de tijd waarin wij leven. Zonder ons te realiseren dat al die prachtkunst het gelijk moet bevestigen van een wereld waarin hebzucht en eigenbelang prijzenswaardig worden gevonden. Het mecenaat, prachtig.
maar op veilige afstand en zeker niet als ideologie.